En met je wel tevreden, 2-1 winst op Vitesse. Maar allereerst, hoe moe ben jij? Ja, ik zat er vandaag helemaal doorheen. Het regende, het veld was zwaar. Ik denk veel hard gewerkt, natuurlijk het hele team. Maar voor mij persoonlijk vandaag was het op een gegeven moment was het zwaar. Je wil hem over de lijn trekken, die 3 punten, en dat is gelukt. Ik denk dat jij misschien wel symbool staat voor NAC. Je werkt hard, je sprint en het lukt allemaal niet altijd. Maar dan toch nog op het laatste moment, je perst alles eruit. Ja, en dan wordt het beloond toch? Ze zeggen het niet voor niets, hard werken wordt beloond. En het is een mooie overwinning. En weer een doelpuntje. En weer een doelpunt. En een belangrijke. En als je dan mag winnen op zo'n avond, perfect. Hoe was dat voor jou? Want jij scoort hem dan. Op een gegeven moment zie je dat de grensrechter zijn vlag in de lucht steekt. Wat ging er toen door je heen? Nou, ik denk hetzelfde als dat bij iedereen doorheen ging. Ja, ik kon me niet voorstellen dat ik buitenspel stond. Maar ja, je weet niet wat er naast je gebeurt. En ik zag al vrij vroeg, ik lette natuurlijk op het gesprek van de scheids met de VAR. En toen hoorde ik, oké, dus het is een doelpunt. Dus toen drong het al door. Het juichen is dan wel anders, denk ik, hè? Ja, je het is anders. Ja, ik heb het nog nooit zo gehad. Maar de ontlading is net zo groot. Vorige week tegen Groningen was een pijnlijke klap. Nu win je. Sta je zelfs niet eens meer laatste. Nee, dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar we moeten ook niet doen alsof we nu helemaal veilig staan en dat alles nu Hosanna is. Het zijn mooie punten. Vitesse die vecht zelf voor de 4e plek. Dus dat wil al wat zeggen. Als je dan hier mag winnen vanavond, dat is heerlijk. Nog 2 hele belangrijke wedstrijden waar we weer punten in kunnen pakken. Dat zullen zij dan nu ook weten. Is de potentie waar jullie het eigenlijk heel het seizoen al over hebben? Van het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Is dat er vanavond wel uitgekomen? Ja, vanavond denk ik dat iedereen heeft gezien wat wij moeten doen. En ik denk wat iedereen altijd vraagt, het harde werk, dat was er vandaag bij iedereen. Ik heb jongens over de zijlijn zien vliegen. Ik heb spelers van hun over de zijlijn zien vliegen. Dat is de spirit, denk ik. Je merkt ook dat het publiek dan achter je komt te staan. En eindelijk een lekker weekje. Vanavond een biertje doen? Nee, ik drink niet, maar de trainer heeft ons vrijgegeven, dus dat is heerlijk. Ik ga lekker met de familie vieren en dan weer op naar de volgende week. Dat is ook wel een belangrijk potje, hè? Hele belangrijke, maar des te leuker is het. Je gaat nu met een goed gevoel de wedstrijd in. Het is toch anders dan dat je met zo'n pak slagen wedstrijd ingaat. Ik hoop dat we stuk voor stuk alle spelers het vertrouwen meenemen en dat we dan gewoon weer kunnen knallen.